Een bon. uh, ja, toch wel uh, rustige week uh, achter de rug. Uh, hoe is de trainer die week doorgekomen? Nou, niet rustig, omdat we natuurlijk wel gewoon doorgegaan zijn met die jongens die overgebleven zijn. En, uh, het is anders omdat je je groep niet compleet hebt. Uh, je volgt die jongens die uh, internationaal spelen. En ja, het is nu donderdag en uiteindelijk heb je nog steeds je groep niet compleet, want we missen nog uh, Alireza, Janbaks en uh, levi Kasia. Die moeten in de loop van vandaag en morgen nog terugkomen. Dus dat betekent dat je altijd ja, een beetje in onzekerheid zit: van, hè, zijn ze op tijd terug? Zijn ze niet geblesseerd gelijk? Nou, dat nieuws weten we dat dat goed gegaan is. Maar je hebt ze liever allemaal bij, omdat je over twee dagen de wedstrijd tegen Willem II voor de boeg hebt. En qua voorbereiding is het allemaal uh, ja, minimaal. Aan de andere kant zeg ik dan van ja, we, we hebben een vastgespeeld. Uh, of een ingespeeld geheel. Dus dat moet dan ook wel weer voldoende zijn. En het is morgen even kijken hoe, hoe die jongens, met name deze tweede, daadwerkelijk voor staan om te beslissen of ze gaan spelen. Zaten. Um, veel spelers die natuurlijk uitvliegen naar allerlei plekken over de hele wereld bijna. Hoe, hoe volg jij dat? Je zegt ik volg dat, maar hoe volg je dat? Nou, je volgt uh, sowieso de wedstrijden. Of ze spelen of niet. Dat is altijd belangrijk, ook voor de jongens, maar ook voor mij. Uh, uiteraard kijk je naar de, naar de uitslagen. En. Uh, en Niels heeft uh, altijd uh, contact met, uh, met al die jongens wat ze dan de afgelopen, want het is niet alleen de wedstrijden, wat ze dan de afgelopen uh, tien, elf dagen ook daadwerkelijk fysiek gedaan hebben. Zodat wij weer kunnen inschalen hoe we ze morgen weer kunnen belasten naar, uh, naar zaterdag toe. Dus het is een heel uh, ja, project. En uh, nogmaals, uh, Niels Kok, onze inspanningsfysioloog, die, uh, ja, die is daar ook uh, druk mee. Maar zo zijn we met z'n allen ook bezig met die jongens die hier zijn, maar ook die gasten die. Uh, ja, uit zijn. Zeg maar. het seizoen is net begonnen, vier wedstrijden in de competitie, natuurlijk de Europa League wedstrijden erbij. Um, ook nog een soort van moment die je dan pakt om te evalueren hoe het er nu toe gaat? Ja, maar dat doe je elke week. Na elke wedstrijd ga je kijken van uh, hoe staan we ervoor, wat doen we goed, wat doen we niet goed, wat kan er nog beter, wat moet er anders misschien. Nou, zo kijken wij elke keer naar wedstrijden en ja, als ik nu als je eerlijk moet zijn ben ik, uh, ben ik best content hoe we uh, uiteindelijk deze wedstrijden doorgekomen zijn aan de ene kant. Persoonlijk vind ik dat we nog, nog steeds beter kunnen moeten gaan voetballen. Ja, dus dat we dat in balbezit uh, ja, nog meer gebruik kunnen en moeten maken van, uh, van de ruimte die tegenstanders ons laten. Uh, we moeten rustiger worden in de afwerking. Want we, kunnen, ja, we hebben tegen NEC heel veel kansen gehad. Het is altijd weer mooi met de data die je dan krijgt. Daar hebben we hebben eigenlijk te weinig mee gedaan. Dus er zijn heel veel punten nog die Voor verbetering. Aan de andere kant, als je ziet hoe wij ja, verdedigend uh, staan ten opzichte van vorig seizoen, want dat is dan het vergelijk wat je vaak uh, neemt, ja, dus dan ziet dat er weer uh, hartstikke goed uit. Dus er zijn dingen waar we heel tevreden zijn, mee zijn en er zijn ook dingen waar het zeker nog beter kan. Maar overal genomen, ja, denk ik dat we, dat we niet mogen klagen. Zouden er, er weer een nieuwe wedstrijd, Willem 2? Ja. Wisselende resultaten hebben die Tilburgers eerst twee wedstrijden dik verloren, dan ja. gewonnen uit van Ajax. Ja. Wat is jouw indruk? Ja, wisselend. Terecht wat je zegt. De eerste wedstrijd kregen ze kansloos natuurlijk thuis. Tegen Vitesse was dat volgens mij. Uh, waarin het al heel snel een uh, ja, gelopen wedstrijd was. Uh, ik vind wel dat ze zich redelijk hersteld hebben. Met als verrassing natuurlijk uh, de wedstrijd in, uh, in Ajax die ze gewonnen hebben. Uh, er was weer een teleurstellende wedstrijd daarna tegen Rode JC. Uh, dus ze zijn ook nog zoekende. Het feit dat ze... Afgelopen week nog een nieuwe linksback hebben aangetrokken. Chimanka, ja, dat zegt genoeg dat ze, ja, dat ze nog niet uh, ja, de juiste balans gevonden hebben, volgens mij. En, ja, wij, moeten, wij moeten zorgen dat wij, hè, wat ik net zeg, onze, onze lijn doortrekken. Die we toch al uh, ja, redelijk goed uh, ingezet hebben. Om uiteindelijk uh, om ons weer een goede uitgangspositie ook in de competitie uh, te blijven geven. En leuk? Tom Haaien die even teruggekeerd? Ja, vind ik leuk, ja. Dat zijn altijd leuke dingen waar je dan uh, persoonlijk ook weer naar uitkijkt. Uh, uh, hij heeft de keuze gemaakt om weg te gaan bij AZ. Hij speelt nu alles, dus in dat opzicht denk ik dat hij een uh, goede keuze heeft gemaakt. En ik, ja, ik ben blij om hem weer terug te zien zondag, of zaterdag. Ron Vlaar, uitgevallen bij Oranje, hoe gaat, nou. we, hoe gaat het met hem? Uh, fit. Hij is fit, zoals we verwachten. En, uh, nogmaals, uh, we hebben zometeen de training en uh, in principe gaat hij alles meedoen. En dan zullen we daarna kijken hoe of wat. Want we moeten wel kijken. Niet alleen naar zaterdag. Want we hebben nu al een, in de maand september hebben we nog ja, veel wedstrijden voor de boeg. Met alle Europese en bekerverplichtingen die er nog tussendoor komen. Dus ja, we moeten daar wel, wel overwogen mee omgaan. En met Ron kan dat heel goed. Maar als hij fit is, dan gaat hij gewoon spelen. Ben Rienstra, die is fit. Zit hij ook weer bij de wedstrijdselectie? Dat weet ik niet. Weet ik niet. Daar, moeten we, daar moeten we naar kijken. Ik zeg net, we hebben nog wel een aantal twijfelgevallen... van jongens die nog terug moeten komen. En uiteindelijk maak je morgen de balans op naar de training... en dan maak je A, je opstelling, maar zeker ook de selectie. En ik heb geen idee of Ben daarbij gaat zitten op dit moment. In ieder geval veel concurrentie nu hij weer terug is. Ja, maar Dat wisten we en daar hebben we bewust voor gekozen. Hoe meer concurrentie je hebt, hoe, uh, hoe beter het is. En uh, dat houdt spelers alleen maar uh, scherp. Dus we zullen, uh, we zullen ja, daar goed naar blijven kijken. En, uh, en altijd laten we dat vooropstellen, de beste opstellen. Volgens mij hebben we alles gehad, toch? Of nog iets vergeten? Het is lekker weer. Hè? <laughs>